Ja, we gaan praten over jouw bedrijfje. Het was een lastige start voor jou. Ja. Want jij opende je atelier. En vervolgens kon je de deuren weer gaan sluiten vanwege de coronacrisis. Maar jij hebt een doel voor ogen en dat doel dat verlies jij niet. Jij wil namelijk gaan voor duurzame en eerlijke kleding. En je wil vooral bewustwording creëren. Ja. En dan vraag ik me af, Griselle, waar moeten wij ons bewust van gaan worden? Nou, in principe is het zo dat je natuurlijk veel fast fashion kan kopen. Ik zeg ook niet dat dat iets slechts is. Het creëert natuurlijk veel werkgelegenheid over de hele wereld. Maar ja, als je een t-shirtje in je hand hebt van 3 euro... dan moet je toch wel bij jezelf gaan nadenken van... wie in die keten heeft dan geleden? Is het de katoenboer? Is het degene die de kleding in elkaar zet aan de andere kant van de wereld? Of is het het milieu? Uiteindelijk is het over het algemeen niet de winkel die het verkoopt. En ja, dat is wel iets waar we denk ik meer over na moeten denken. Want jij zegt eigenlijk dus dat als een t-shirtje 3 euro kost... dat kan eigenlijk niet. Dat kan. Natuurlijk, want ze zijn er. Maar eigenlijk kan het niet gebeuren op een volledig eerlijke manier. Ja, en daar streef jij natuurlijk voor. Want waar staat jouw bedrijf? Het heet Atelier Jungles. Waar staat het nou precies voor? Atelier Jungles is echt een Haags bedrijf. We staan ook echt voor lokale productie. We maken alle kleding in Den Haag, samen met Hagenese. We werken volledig duurzaam, plasticvrij. En we proberen op die manier ook echt ons steentje bij te dragen aan de eerlijke mode-industrie. Je zegt ook van alles wordt gemaakt in Den Haag. Betekent dat ook de stoffen hier uit Den Haag komen? De stoffen komen wel van Nederlandse leveranciers. Helaas zijn er in Den Haag niet echt bedrijven die stoffen maken. Maar we proberen wel alle fournituren, dus de ritjes... we proberen wel allemaal bij Haagse ondernemers ook in te kopen. Dus we proberen het zo lokaal mogelijk te houden. Stoffen inkopen uit Den Haag is helaas nog niet gelukt. Maar misschien in de toekomst wel. Wie weet luistert er iemand en denkt, hey, dit kan weet, ik. Dan weet je me te vinden. Ja, precies. Wat voor kleding is het eigenlijk een beetje? Over het algemeen zijn het gewoon basics. Ik heb een beetje in mijn eigen kledingkast rondgekeken. Van wat heb je nou echt nodig? En wat heb ik echt nodig? Wat mis ik? En wat mis ik vooral op een eerlijke manier? Dus je kan eigenlijk alles overal kopen. Alles wat je wilt vinden. Dat kan je overal vinden. Maar wij proberen de basics eigenlijk dan duurzaam te maken. Dus goede t-shirtjes, mooie pantalons, een mooi overhemd, een blouseje, vestjes, noem maar op. Ja, ik hou er zelf ook van. Als mensen meekijken op Den Haag TV en dat al 3 dagen lang doen... dan weten ze dat ik inderdaad lekker, ook in erg het van zwart, de... Lekker in de basics. Ja, erg van de basics ben. Je werkt ook op een hele bijzondere manier. Althans, met hele bijzondere mensen. Want je hebt een samenwerking gevonden met de gemeente Den Haag hierin. Ja, klopt inderdaad. Daar ben ik ook ontzettend trots op. De gemeente Den Haag heeft een prachtig project Den Haag Werkt. En dat houdt in dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... die eigenlijk niet aan de bak komen op een reguliere manier... zoals jij en ik, wel gewoon de kans krijgen om te werken. Het zijn ontzettend gemotiveerde mensen... maar vaak inderdaad met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dus langdurig werkloos. Wat voor mensen zijn dat dan? Want je zegt, het is niet zoals jij en ik bijvoorbeeld aan werk kunnen komen... Om wat voor mensen gaat het dan wel? Het gaat om mensen die bijvoorbeeld een achterstand hebben in de taal. Maar het gaat ook om mensen die bijvoorbeeld gewoon wat minder sterk in hun schoenen staan. We hebben een ontzettend divers team. Echt, ik ben ontzettend trots op ze. Ze vinden het ook allemaal leuk en we hebben het gezellig met elkaar. We hebben bijvoorbeeld Laila. Dat is echt een geweldige dame uit Somalië. En zij is hier met haar kindjes. Ze zorgt voor haar kinderen. Maar daardoor heeft zij heel lang ook echt gewoon thuis gezeten. En het feit dat zij nu gewoon lekker elke dag 's morgens lekker een kopje koffie drinkt of een kopje chocomel. Wel drinkt ze geloof ik elke ochtend. En gezellig aan de bak gaat. Samenwerken met Kevin, die oorspronkelijk uit Curaçao komt. Maar ook met Michou, die gewoon uit Nederland komt. Een Hollandse dame. We hebben een echt een geweldige meesterkleermaker uit Syrië aan het werk. En het is zo divers en iedereen heeft echt zijn eigen bijzondere verhaal. En ik heb echt het idee dat ze aan het floreren zijn. En zeggen ze dat dan ook? Is het dan elke ochtend dat ze dan eventjes naar je toe komen en zeggen... wat fijn dat ik hier weer kan zijn. Dat zou heel leuk zijn, jongens. Maar dat doen ze niet. Dat doen ze niet, maar ze zijn wel ontzettend en dankbaar. En ja, het zijn gewoon mijn collega's natuurlijk. Ik ken jou een klein beetje en ik weet een beetje ook jouw achtergrond. Je loopt al heel erg lang...
mee in de mode. Ja, je hebt je eerste modeshow heb je gehad. Ja. Ja, dan moet jouw hartje toch ook sneller gaan kloppen. Nou, dat was inderdaad wel heel bijzonder. En dan vooral in Den Haag natuurlijk, de Heek Fashion Week. En ja, dat is natuurlijk gewoon lekker mijn stadje. Dus wat dat betreft, ja, ik ben ontzettend trots op. Echt heel trots op. Nou, ik wou zeggen, ik zou eigenlijk willen zeggen, keep up the good work. Thank you. En ik weet zeker dat wij nog heel veel meer van jou gaan horen. Dank je wel. Dank je wel, Gisela.